Nou, om een voorbeeld te geven, Ismee, zij is life coach en zij wilde heel graag meer klanten gaan coachen. Zij had niet echt een plan voor haar video's. Ze wist niet zo goed wat ze dan kon vertellen op video's en hoe ze dat allemaal moest doen. En ze wist ook niet zo goed hoe video allemaal werkt en hoe je zelf goede video's maakt. Dus dus dat is helemaal niet erg, want het is natuurlijk logisch. Als jij ook ondernemer bent, dan heb je in het begin van je ondernemerschap ook nog nooit een camera op jezelf gericht of je smartphone. Dus het is logisch dat je niet goed weet hoe video werkt. Nou, samen hebben we een videoplan ontwikkeld om met video haar klanten te inspireren, te informeren en haar te laten vertrouwen. En hoe hebben we dat gedaan? Dus hebben we het niet met één video gedaan, we hebben niet één video gemaakt, maar potentiële klanten moet je namelijk eerst gemiddeld 7 keer gezien hebben voordat diegene jou vertrouwt. Dus we hebben daar dus niet één video, maar veel meer video's voor gemaakt. Voor Ismee hebben we een serie video's gemaakt om klanten te inspireren, te informeren en daarna in actie te zetten. Nou, en wat wil dat nou bijvoorbeeld zeggen? Voor Ismee, maar misschien ook wel voor jou, wat is je plan? Voor Ismee hebben we dus een video op de website staan. Zij heeft heel veel video's in een challenge gezet, waarbij ze mensen stapje voor stapje ging coachen. Zij is ook Enneagram coach. Moet maar eens kijken op ismeeco.nl. Zij wilde heel graag dat mensen gewoon een aantal video's van haar zagen en begrijpen wat haar werkmethode voor haar klanten kan betekenen. Ze heeft een community gestart waar ze video's in plaatst. Ze heeft videogesprekken opgenomen met andere experts en video's in een online training verwerkt. Dus wat voor manieren zijn er allemaal met video? Legio mogelijkheden. Dus de vraag is, wat is jouw plan? Waarvan denk jij van, dat zou ik op zijn minst moeten hebben? Zou ik op zijn minst een video op mijn website moeten hebben? Op zijn minst, zodat mensen op mijn site komen en zien van, nu voel ik wat die persoon voor mij kan betekenen. Alleen, blijft het daarbij? Heb je ook video's bijvoorbeeld nodig op je social media? En niet één video, misschien inderdaad ook een serie video's met allemaal leuke onderwerpen waar jij over kunt vertellen.